Ik zal je namelijk verklaren dat we binnen 10 jaar in staat zullen zijn om op een duurzame technologische manier al onze energie te gaan winnen. Hoi en welkom bij deze Humanizing Tech Talk. Net als in heel veel van mijn andere video's wil ik ook deze keer er graag voor kiezen om een onderwerp met je te bespreken. Een vraag die mensen mij vaak na mijn keynote stellen. En die vraag is de volgende. Randall, wat is er nou aan de hand op het snijvlak van technologie en duurzaamheid? Nou, dat is een fantastische vraag. Daar is natuurlijk heel erg veel aan de hand. Je kunt allerlei technologieën en technologische ontwikkelingen verzinnen die ons gaan helpen om de planeet beter te maken. Maar voor mij persoonlijk is de allersterkste ontwikkeling waar technologie ons helpt om van fossiele naar duurzame energiewinning te gaan. Op dit moment weet je dat we het grootste deel van onze energie opwekken op een niet duurzame manier. Namelijk door het verbranden van fossiele brandstoffen. Heel erg vies, heel erg veel CO2 in de lucht, een groot probleem wat we moeten oplossen. Tegelijkertijd weten we ook dat er duurzame manieren zijn om dat te doen. En dat zijn altijd technologieën. Dat kan zijn windenergie, zonne-energie, warmtewisselcentrales, allemaal technologische manieren om groene energie te maken. Maar we hebben pas 2% wereldwijd van onze energiewinning duurzaam gemaakt. En daar hebben we tientallen jaren over gedaan. Dus het gaat nog honderden jaren duren voordat we dat op een hoog peil hebben. Nou, dat is dus niet waar. Het tempo waarmee dat gaat lijkt laag, maar het tempo is niet lineair. Er komen niet geleidelijk aan steeds meer zonnepanelen. Er komen niet geleidelijk aan steeds meer windmolens. Nee, er zit een ongelofelijke groei in die toenames. Ook dit is weer, waar ik vaak over praat, een exponentiële groei. Die groei die gaat namelijk steeds sneller. Laten we bijvoorbeeld eens naar zonnepanelen kijken. Die bestaan in laboratoria al sinds de jaren 60, worden sinds de jaren 70 geleidelijk geïmplementeerd. Maar de snelheid waarmee we ze uitrollen, die is echt exponentieel. En als we dus nu met zonne-energie bijvoorbeeld en wind samen op 2% zitten en het zal exponentieel doorgroeien, en luister, alles wijst daar nu op, dan zijn we binnen 10 jaar in staat om eigenlijk alle energie die we op willen wekken, op te wekken via duurzame bronnen. Dus het is echt een hele goede reden om zeer optimistisch te kijken naar het tackelen van een milieuprobleem. In ieder geval het CO2-probleem. Nou, en wat gebeurt er dan op het moment dat we onze energie helemaal duurzaam kunnen maken? Nou, een van de dingen die er dan gaat gebeuren is dat we natuurlijk de CO2-uitstoot naar nul kunnen krijgen, wat goed voor het milieu is. Maar ik wil je ook wijzen op de ongelofelijke mogelijkheden die er ontstaan als we sowieso ons energieprobleem hebben opgelost. Want het energieprobleem is centraal aan heel veel andere problemen. Een voorbeeldje wat ik even geef is overbevolking versus de hoeveelheid eten die we in een bepaalde regio hebben. Dat komt vaak ook echt op een energieprobleem aan als je het goed bekijkt. Om akkers te irrigeren en eten te maken voor heel veel mensen en heel veel dieren te laten leven is namelijk heel veel schoon water nodig. En schoon water is gewoon een energieprobleem, want we hebben heel erg veel water op deze aarde, alleen het merendeel is zout. Maar wat is nou weer de grap? Als we energie in overvloed hebben, dan wordt het heel goedkoop om van zout water zoet water te maken. Israël is daar een fantastisch voorbeeld van. 1/3 van het water wat zij gebruiken in dat land is via zonnecellen gegenereerde energie gebruikt om zeewater zoet te maken. Hartstikke goed. Het is 1 keer een grote investering, maar daarna heb je eindeloos water en kun je je bevolking voeden. Nou, we kunnen nog eens een keertje een andere film gaan besteden aan de problemen die je oplost als je het energieprobleem oplost. Maar deze wilde ik je toch eventjes niet onthouden. En dan heb ik ook nog een vraag voor je voor dadelijk. Hieronder graag in de comments. Kijk je nou net zoals ik heel positief naar deze ontwikkelingen? Of ben jij nog een beetje bang dat we te laat zullen zijn? Laat het me weten, want ik ben erg nieuwsgierig naar je mening. Dankjewel en heel graag tot de volgende keer.